Onze vader des vaderlands was niet alleen de grondlegger van ons land. Hij was ook een spindokter avant la lettre. Willem van Oranje was meester in het inspelen op sentimenten. Hij had een team van publicisten in dienst. Hun taak? Het opnemen van de wapens rechtvaardigen, haat tegen Spanje aanwakkeren en Oranje neerzetten als de enige persoon die de Nederlanden kon redden. Een lied is een uitstekende manier om dat te doen. Je hoeft er niet voor te kunnen lezen en zo'n lied leerde je makkelijk uit je hoofd. Populaire muziek en propaganda gaan goed samen. Je kunt bezingen wat mensen mooi vinden aan oorlog. Spanning, avontuur en een held die voor het vaderland strijdt. Dit liedje uit 1918 bezingt zo'n held. Als hij net zo goed kan vechten als dat hij in bed is, dan legt deze soldaat Duitsland zo het zwijgen op. Overheden bleven muziek graag inzetten in hun propagandamachine. In 1966 bezong deze sergeant Barry Sadler nog de eer van het Amerikaanse leger. These are men, America's best. 100 men will test today. But only 3 win the Green Beret. Trained to live off nature's land. Maar de tijden veranderden. Want in datzelfde jaar hoorden we. Eastern world, it is exploding. Violence flaring. Bullets loading, you're old enough to kill, but not for voting. You don't believe in war, but what's that gun you're toting? And even the Jordan River has bodies floating. But you tell me over and over and over again, my friend, you don't believe we're on the eve of destruction. Popmuziek van na de Tweede Wereldoorlog was de stem van de jeugd, van anti-gezag. Overheden vonden andere vormen van populaire cultuur, zoals games en speelgoed. Oorlog is daar nog wel goed neer te zetten als een avontuur voor een goed doel. In onze tijd zijn de helden anti-helden. En dat is lastig als je een hedendaags heldendicht moet schrijven. Zou jij sterven voor deze Willem? De B van Willem! Drie vingers in de lucht, kom op! De B van Willem! Drie vingers in de lucht, kom op! De B van Willem is de B van Willem! Onder Mediadoktoren is een podcast van Chris Alberts, Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl.